We zijn even binnen geweest in de winkel hier, de Schouwer in Zemst, I guess. En ja, er was juist eentje die een motto had gekocht en is weggereden. Een Kawasaki Z900, namelijk. En nu gaan we gewoon naar het vliegveld. Ikke. Het vliegveld is namelijk een cafeetje. Ja, hoe kun je dat zeggen? Een taverne? Geen restaurant. Nee, dat niet. Maar dit is een café of taverne, kennen, ja. En ja, daar gaan we dus nu naartoe. We gaan leuke wegjes nemen. En daar straks was namelijk mijn spraak geblokkeerd. Dus jullie zagen mij niet aan deze dingen aankomen. Omdat er iemand gebeld heeft. En aangezien ik Apple oortjes gebruik. En dat die natuurlijk geconnecteerd zijn met mijn iPhone. Als er iemand belt dan schakelt die gewoon de voice recording gewoon af. En dat is wel jammer. Want nu was ik een ganz stukje kwijt om te praten. Misschien dat ik die hier wel ga inlaten, maar denk het niet. Kan van wel. Allee, jullie zien het nu waarschijnlijk al. Of ik het erin gelaten heb of niet. Maar voor mij is het nog een raadsel. Hangt er vanaf hoe spectaculair die beelden zijn. Hè. Uiteraard. The Chicken Man. Not for me. Oeps. En Eli zit nog altijd mee. Eli is nog altijd mee. Hoho. En ja. We zijn nu weg van de boeren buiten. We zijn nu een beetje op industrieterreinen. Wat ook natuurlijk leuk is om te rijden. Dus zoals ik daarnet zei, er waren juist twee Kawasaki, nee eentje, maar er waren er twee. Maar ik zal jullie anders alles even uitleggen. Dus we waren in de winkel en er was een meneer, we keken gewoon naar een motto, naar een random motto. Dus dat was een Kawasaki Z900. Omdat Eli die mooi vond. En dan moesten we even plaats maken omdat ze die juist naar buiten gingen doen. Wel toevallig, ja. Ze kwamen die namelijk juist ophalen. En dan ging er gewoon direct ook mee wegrijden, die meneer die daar gekocht had. En we hebben hem natuurlijk wel even zien. Dus we zijn even gebleven, gekeken hoe die wegrijdt ermee. En daarna ben ik beginnen, ja, motorvloggen. Allee. Mijn droombikes. Dat is namelijk een Yamaha MT-10. Maar dat is namelijk, ja, allee. Dat is het laatste, hè. Dat is het hoogste rijbewijs. Aangezien ik nu nog maar 19 jaar ben. En je kunt dat op, pakt minimaal 22 doen. Als je A2 ook nog doet. Dan kan je pas je grootste, dus je A, afleggen. En zo zit dat toch in België, hè. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Moesten er Nederlandse kijkers zijn. Dus ja, een Yamaha MT-10 als A-motor. En als A2-motor dacht ik aan een ZXR400 Kawasaki. Vind ik er namelijk ook bruut uitzien. Precies een stofzuiger. Nee, gewoon ziet er wel mooi uit. En dat is wel jammer, maar misschien kunnen we voorsteken. Zal ik het doen of niet? Dat is de vraag. Nou, voorsteken of? Kijk eens. Dan gaan we het toch doen. Thank you.
kan je dus niet achter blijven staan. En dan ruikt hij naar net afgereden gras. Ja. Geen wonder. Ik kan niet zingen, oké. We zijn er bijna. Zo, kill switch. Nee. Dat is aan de andere kant. Hij begreep er niks van. Is niks. Beetje aan de kant, zodat zij ook door kunnen, als ze willen. Of niet, natuurlijk. Kan ook. Nou ja, er is nog een auto achter ons. Begrijpelijk dan. Inderdaad. Politie. Dat mag toch, hè? Kom aan, politie. Zwaaien mag toch. Ze gewoon die komen ze achter mij aan. En dan zeggen ze, ja, twee handen op het stuur. Kom aan, man. Dat zal ze nog wel doen. Maar niet hier. Hier is de politie nog wel vriendelijk. En het is hopen. Het is te hopen dat het open is. En het vorige keer stond hier ook... ja, het is open. Nice. Het is gewoon meestal als er één poortje van deze open staat, betekent dat het café, taverne, ja zeg, ik weet niet, gesloten is. Maar zoals ik kan zien, is het denk ik wel open, ja. Het is open.